Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups & Down. Het is weer tijd om alles en iedereen naar school te krijgen. Of ja, alles en iedereen. Vandaag is het alleen Jordi. Morgen is Liam. Woensdag is Liam. Donderdag hebben we gesprek voor Sammy. En misschien dat hij vrijdag kan starten, maar ik verwacht volgende week. Dus Sam is waarschijnlijk deze hele week gewoon lekker thuis nog. Een weekje extra vakantie. Waar ik meestal mee begin, als ik de kinderen naar school ga doen, is zorgen dat de tassen in de auto komen. En dan ga ik iedereen aankleden. Dus daar ga ik nou mee beginnen. Nou, ik heb Jordi inmiddels al even geleden weggebracht. Ik heb de kinderen al fruit gegeven. Ik ben nu aan het uploaden. Ja, dat moet ook gebeuren. En ondertussen sneeuwt het. Kijk maar. Het sneeuwt. En ja, voor de rest ben ik gewoon mijn ding aan het doen. Even luiers verschonen, want dat moet ook gebeuren. Mama voor jullie lekker leutje gemaakt, hè? Dan zijn ze nog steeds een beetje van aan het snaaien. Oké, is er weer iets nieuws? Oké. Ik had dus lekker lunch voor ze gemaakt. Ik heb zelf ook wat gegeten. En dan is het belangrijk dat je daarna even uitbuit en even lekker knuffelt en krolt. Nee! Je gaat niet likken, Vieserik. Af! Je gaat ook niet blaffen. Nee, niet blaffen. Maar dan gaan we dus nog even knuffelen en kroelen. Over een uurtje ongeveer moet de Jordi gaan halen. En ja, het is ijskoud. Maar dit kind wil gewoon geen kleren aan. Ik denk bij mijn eigen op, mensen toch. Ik zou nog het liefst nog een dik vest en weet ik het wel aantrekken. Maar hij niet. Het is hier gewoon 20,6 graden binnen. Ja, dit kind heeft gewoon liever geen kleren aan. Jordi die heeft liefst geen broek aan. Opa. Dat vindt hij gewoon niet fijn. Mama. Hij trekt er dan ook tegen aan. Heeft ook met zijn kont te maken. Dat soort dingen. Maar hij vindt het gewoon niet prettig. Sam precies hetzelfde verhaal. Vindt een trui heerlijk zitten. Maar kom je aan met een broek liever niet. Nou ja, prima jongen. Maar hij... hij breekt het toppunt. Hij wil gewoon niks. Alleen zo'n boxershort. En zelfs dat is af en toe een dingetje. En dan heeft hij natuurlijk nog een luier aan. Als we hem de kans laten, dan trekt hij die ook zelf uit. En dan komt natuurlijk weer de vraag, waarom is hij nog niet zindelijk? Hij heeft het begrip daar nog niet voor. Dus dat, we zijn er wel mee bezig, maar hij heeft het begrip daar nog niet voor. Oké. Dus dat. Maar hij heeft het liefst. Heeft hij gewoon niks aan zijn lichaam. Oké. Sammy wel, hè. Hi Sam. Was je nog aan het kamen? Oké. Ja. Ja, mijn lief. Ja. Oké. Ah, het is een super. George. Ik ga George. Push. Oké. Op het taal. Ja, oké. Doei. 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 Dag. Je hoort het al. Inmiddels hebben we Jordi opgehaald. En wat Liam altijd zo lekker kan, ook al is hij altijd zo druk, is lekker knuffelen. Dat kan je dat, goed. En lekker kusjes geven, dat kan Liam altijd zo lekker. Hè? Papa. Hij was net even heel erg druk. Dus ik zeg, stuit de bal, kom hier. Ga nu knuffelen. En drinken. En knuffelen.
En kusje geven. Anna. Ja. Daar is Sammy. Sammy? Daar, Sammy. Sam. Daar. Ja, dat is mama. Ik ben mama. Dat is mama. Mama. En dat is Liam. Liam. Goed zo. Op ja. Dat is oor. Je oor. Oor. Goed zo, oor. En je maakt het je neus. Neus. Goed zo. Neus. En waar is je mond? Af. Goed zo, dat is je mond. En je mond zegt hap, hap, hap. Appa, appa. Goed zo. Maar goed, ik moet dadelijk heel even eten koken en alles erop en aan. Ik heb gewoon geen puf. Ik heb net als gisteren gewoon geen puf. Maar ik heb al was aangehaald en alles en zo. Maar ja, we gaan het gewoon zien hoe het allemaal loopt. Mama. Liam. 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 Zo. Vandaag heeft Jordi dus gezwommen. En dan moet hij altijd eventjes... ze spoelen hem wel af, maar ze wassen hem niet. En bij sommige kinderen doen ze dat wel. Bij Jordi heeft het gewoonweg geen nut. Want Jordi die wil dat gewoonweg niet door een ander laten doen als alleen papa en mama. Want hij gaat echt tegenwerken. Dus we hebben de afspraak gemaakt van... als het nodig is, spoel hem af. Anders droog hem gewoon af. We geven lotion mee als het nodig is. Ze smeren hem even in. En dan doen we hem 's avonds douchen. Dus Jordi is vandaag weer lekker gedoucht door mij. Want ja, dat is gewoon nodig na het zwemmen. En nou is het de beurt aan mij en Niels. Niels gaat even krentenbolletjes halen. Want Jordi heeft altijd, voor als hij zijn fruit niet eet, een krentenbolletje in zijn broodtrommel zitten. En ik ben vandaag niet naar de winkel geweest. Ik ben gisteren niet naar de winkel geweest, maar ik ben gisteren Niels het vergeten mee te laten nemen. Dat ben ik echt vergeten. Dus Niels gaat dat nu even halen. Dan ruimen we even samen op. En dan gaat Niels even sporten. En dan heb ik lekker even niks. Dus ja, ik zal het even laten zien hoe dat het eruit ziet. Nou, dit is na een dag, een hele dag, Liam en Sam. Dat is dit gewoon. En dan heb ik natuurlijk nog gekookt. En ja, daar heb ik ook allemaal nog niet opgeruimd. En daar is dit het resultaat van. Ik vind het namelijk belangrijker dat ik dan nog even tijd besteed aan de kinderen. En ja, dat. De vaatwas staat wel al aan, want die zet ik gelijk aan als je vol zit. Dus ja, ik ga heel even vast beginnen met opruimen en zorgen dat ik dadelijk brood kan smeren voor Niels, Jordi en Liam. Want Liam gaat morgen naar school. Nou, de boel is in zoverre allemaal opgeruimd. Dat is nog was, die moet ik daar mee naar boven nemen. Hier moet ik nog even opruimen en alles klaarleggen. Ik heb het ook allemaal klaar liggen. De keuken moet ik nog doen, maar ik moet even wachten op de vaatwasser, want ik ken nog niet zoveel. Ik ga wel alles weer iedere keer aanpakken en weer wegzetten. Dus daar wacht ik heel even op. En dan ga ik dan naar een bank hangen. Ik denk dat met een kwartiertje die vaatwasser klaar is. En dan ja, heb ik alweer bijna alles klaar. Want ik heb broodjes gesmeerd voor iedereen. Dus Niels nu sporten. En ik doe gewoon lekker op mijn gemakje door. Een hele goede morgen. Het is inmiddels 10:30. We zijn naar de winkel geweest. Ik en Sam dan. Want Liam is op school en Jordi is op school. Ik heb voor Sammy even een smoothie gemaakt. Want Sam wil absoluut geen melk drinken. Dus dan, ja. Ik zal toch ergens iets van melk naar binnen moeten krijgen. En hij vindt smoothies heerlijk. Dus, ja. En vers fruit enzovoort zit erin. Officieel mag je het niet als fruit bestempelen.
Maar het zit er wel in. Dus ja, hè. Het is zoals het is. Ik geef hem vandaag dit. Oh ja, en hij heeft de krentenbollen op. Dus mag altijd wel een keer zo. Dus dat is wat we doen. Ik ga even nu een broodje eten. En dan ga ik even met Sammy naar boven toe. Dan ga ik boven even wat dingen doen. Beneden is weer één grote bende. Want Liam die heeft zijn best gedaan vanochtend. Die had een boze bui, want hij wilde niet naar school. Maar ja, het is ook een dag dat hij normaal niet naar school gaat. Maar ja, deze dag is het nu bijgekomen. Dus. Ach ja, hè? Ik ga even eten. Ik heb net even luier verschoond van Sam. Het is er dadelijk ook weer tijd om te eten. Nu traan is weg. Hij was boos op mij, want hij wou zijn luier. Hij wil zijn schoen van luier. Ja, ben je er klaar voor weer? Ja? Oké. Okay. Je bent een gekkie. Je bent een gekkie, jij. Weet je, ik wil die schone luier al die kussens over hem heen gooien. Doet hij zelf dan, hè? Pak die kussens echt zo over hem heen gooien. Zo van, ik ben er niet. Je ziet me niet. Ik... Hi. Kijk eens. Hier heb ik cijfers op staan. 1, 2. Ja, mama gaat die batterijen eens even vervangen. Ik ga dat even doen en dan kom ik bij jullie terug. Nou, dat ding kreeg ik niet meer aan de praat. Maar goed. Ik zou Mandy niet zijn als ik er niet nog één zou hebben. Woehoe. Maar goed. Ik ga jullie even hier neerzetten. En dan ga ik eens even kijken of dat ik het op film krijg. Zo. Hallo. Kijk eens even. 1, 2. Dat ding doet het niet. Waar is dat knopje? Nou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Kijken. 7, 7, 7, 7, 7, 1. Het knopje doet het niet. Zit er wel een knopje? 3, 3, 2. Oh, hier zit het knopje. 2, 4, 5. Hallo. Hallo. Hallo? Hallo? Hier, we zijn hier bezig. Hier. Eén. Twee. Drie. Vier. En dan? Vijf. En nou zegt hij ook helemaal niks, hè? Normaal roept hij het ook altijd. Normaal roept hij echt altijd van... Oh, mama, dat is die. 1. Hoe dan? 1. Dat is 5. 2. 3. Waar is 3? 3. Goed zo. 4. 5. 6. 6, goed zo. 7, waar is 7? 7. 7. En dit is 8. 10. Ja, 10 is hier. 5. 9. 10. 6, goed zo. Waar is het 1? Hallo, koekoek. Waar is 1? Waar is 1? 1. Waar is 1? 1. 1. 2. Waar is 3? Dus 3 aanwijzen. Dat is 2. 3. 4. 5. 6. 6. Goed. Ik was straks heel even bij de kruidvat. En toen zag ik deze.
En ik ben Mandy niet als ik niet zou zeggen, we moeten proberen. Dus ja, ik kan heel slecht met melkproducten. Maar ik kan dit wel zonder melkproducten snoepen. Het is namelijk zo, vroeger deed ik dit ook al. Dan had ik zin om iets te snaaien. En dan zei mijn moeder hier alsjeblieft. En dan kreeg ik cereal of zo. Ik vond dat heel lekker. Maar goed, Liam vindt het ook heel lekker om dit zo te snoepen. Dus ik dacht, nou, maar laten we het proberen. Het is Kit Kat cereal. Dus... Als je... Oké. Ik ben Mandy en ik ben niet goed bij mijn hoofd, maar... Als jij een KitKat ontleedt, dan heb je dat chocolaatje eraf. En dan heb je dat stukje biscuit dingetje. Daar smaakt het naar dat. Ja. Heel lekker. Ja. En dan kan je natuurlijk zeggen, Mandy, maar dit is helemaal niet gezond. Nee, dat klopt. Maar wat is er in het leven nog wel gezond? Hier zit heel veel suiker in. En dat weet ik. Het is ook echt niet zo dat dit elke dag gegeten wordt door de kinderen. Maar gewoon voor zo nu en dan een keer is het wel goed te doen. Ja. En heel soms kan ik ook niet echt ontbijten, omdat ik dus gewoon weg lichamelijk dat niet helemaal goed kan. Dat heb ik wel eens, dat krijg je als je een gastric bypass hebt gehad, dan gaan sommige dingen gewoon iets lastiger. En, maar dan kan ik wel bijvoorbeeld zoiets eten, maar dan is het echt maar een klein handje. Maar dan heb ik in ieder geval iets gehad. En... ja, dat. Soms eet ik ook alleen maar een cracker. Soms eet ik een broodje. Het is maar echt net wat ik op dat moment binnen kan doen. En op het moment dat Liam hier druk staat te doen, dan gaat eten sowieso lastiger. Maar, ja. Ik zeg, hij is heel lekker zo voor een keer. Ga ik dit elke week kopen? Nee. Maar voor ze nu. En dan nog weer. Ja. Ja. Wel lekker. Nou. Niels is naar een vriend. Ik moet de boel hier allemaal opruimen. Het is weer net zo'n bende als gisteren. Het is echt één grote bende. Maar goed. Wat ook moet gebeuren is brood smeren. En dat is waar ik nu mee bezig ben geweest. Het is klaar. Ik ga jullie even laten zien voor wie ik wat heb gedaan. Let niet op de rommel daarnaast, want ja, dat. Dit is het fruit voor Liam. Hier zit meloen in, framboosjes, mango en druifjes. En dan is dit voor zijn lunch. Hier zit kruidenkaas in. Dit hoef je niet helemaal op te eten. Dit is gewoon puur en alleen voor waar hij behoefte aan heeft en zin in heeft. En dan denk je, oh, wat een snaaierij. Deze heeft hij nog nooit eerder gehad. Deze heeft hij nog nooit eerder gehad. En de rest wel. Dus 95% kans dat hij alleen maar dit eet en dit eet. En de rest laat staan. En dan wat Jordi heeft. Jordi heeft 3 boterhammen met gebraden gehakt. Hij heeft altijd als extra heeft hij een krentenbolletje. Want als hij zijn fruit niet eet, krijgt hij altijd een krentenbolletje. En dit is gewoon... Ja, fruit van Jordi. Dan de lunch en fruit van Niels. 2 boterhammen, eentje met... Liam zit er roompaté op. Niels die heeft gebraden gehakt en kipfilet. 2 krentenbolletjes, worteltjes en fruit. Hier zit ook nog wat kiwi bij. Dus dat is wat Niels heeft.
En ze hoeven het allemaal niet op te eten. Het is gewoon extra, extra veel. Ik wil gewoon niet dat de kinderen honger krijgen. En dat er gewoon genoeg keuze en ruimte is voor wat ze eten. En school bepaalt zelf in hoeverre ze de tijd krijgen, et cetera. Maar dat is allemaal afgesproken. En Niels die eet gewoon dit helemaal op. Goedemorgen. Ik heb Liam en Jordi naar school gebracht. Niels is heel vroeger gaan werken. Ik heb Sam nu lekker thuis. En als het goed is, is Niels op tijd thuis om de kinderen op te halen en met Jordi naar fysio te gaan. Maar dan gaan we nog even afwachten. Zoals jullie weten heb ik een aankleedtafel. Kleding ligt hier altijd op de grond. Ik had er al een mand voor staan. Maar elke keer als we dat ding naar beneden deden, dan had ik het probleem dat hij net op die mat of op die mand kwam. Dus ik ben naar de ACTO geweest. En ik heb een dunnere mand. Of een dunnere mand. Een smallere mand gevonden. Met een daksel. Dus deze zou hier moeten passen. Kijk. Tadaa. Zo heb ik dat gelijk helemaal getackled. Want nou Het past. Mooi. Had ik zo op mijn gevoel gedaan. Want ik ben gewoon geweldig. En dan kan ik die kleding, die was, kan ik dan mooi, zonder dat het in het oog staat. Tadaa! En klaar. Nou, dus dat is punt 1. Punt 2, waar ik tegenaan loop, is hier liggen altijd schoenen, sloffen, alles van alles. En de schoenen van de kinderen staan altijd overal en nergens. Ben ik een beetje beu. Dus ik heb 1 schoenenrek gekocht. Ik moet nog even bedenken waar ik hem neer ga zetten. Ik ben dit een beetje beu. Dus ik ga even nog bedenken hoe dat ik het wil hebben. Maar het gaat wel veranderen. Want dit, dat. Maar mijn mand is in ieder geval geregeld. En het is daar gelijk alweer een stukje opgeruimder. Kijk. Tadaa. Dus dat is mooi en goed. Maar nou moet ik dat nog even regelen. Nou kan ik dit bankje, hier zitten ook schoenen in, kan ik opschuiven. Maar dit bankje zit vol, zeg maar, met schoenen, et cetera. Dus die ga ik daar eerst even uitzoeken. En dan, ik kan hem een stukje nog opschuiven hoor. Maar ik moet nog heel even bedenken, want ik wil het eigenlijk hier in de buurt ergens hebben staan, zeg maar. Dus ik ga mijn brein er nog even over breken. Ik heb dat schoenending daar even neergezet. Ik ben nu met deze kast bezig. Die ben ik even aan het opruimen. Nagelspullen ben ik even allemaal hierin aan het zetten. Die gaan bij mijn nagelkoffer. Ik word helemaal gek van al die troep hier. Dus ik ben gewoon even bezig. Een hele goede middag. Ik ben met Liam naar een prikje geweest te halen. En vanochtend was echt... Jordi, die wilde niet meewerken. Die wilde de auto niet in. En die was zo aan het tegenwerken. Maar dat komt omdat hij gewoon met fluwelen handschoentjes af en toe wordt vastgepakt. En daar maakt hij gebruik van. En dat is niet zozeer door mij, maar door mensen om ons heen. Dus ik ben daar nu wel enigszins mee bezig dat dat niet meer gebeurt. Voor Liam hebben we ook nog een thuisbegeleiding aangevraagd. In ieder geval een observatie. Dus dat is ook nog zeg maar wat er aan het gebeuren gaat. Maar hij heeft het supergoed gedaan. Hij heeft een prikje gekregen en hij heeft niks gedaan. Niks niet gehaald. Dat is gewoon prima.
Hij weegt momenteel 16,3 kilo en hij is 1,6 meter. Dus het kind groeit goed. Het zit overal op het gemiddelde. En ja, hij doet gewoon super goed. Gisteravond hebben we ook nog 2 zitzakken gevuld. Eentje voor op Liam's kamer en eentje voor hier beneden. Om te kijken of dat we daarmee zijn... hoe heet dat? Zijn moedswings mee kunnen beheersen. Of dat voor hem werkt. Dus ja, dat. Ik ben hartstikke moe. Maar dat komt wel weer goed. En daarna heb ik ook niet meer gevlogd. Die moeheid die is nu, ik op zondag aan het editen ben, nog steeds aanwezig. Ik weet niet waardoor het komt. Ja. Soms ben je gewoon even moe. Vooral met het leven wat ik heb. Je ziet het waarschijnlijk ook aan mij. We hebben die middag ook nog gesprek gehad voor Sam op zijn nieuwe schooltje. Woensdag mag hij starten. Dus dat is helemaal goed. En ik ben nu dan deze vlog aan het editen. Ik kwam erachter dat ik de vlog was vergeten af te sluiten. Dus bij deze, bedankt voor het kijken en tot de volgende.